Welkom bij Oude Verstoting Overwinnen, waar jij leert hoe jij je kinderen het allerbeste kunt beschermen tegen oude verstoting. Vandaag ga ik het hebben over de beroepscode voor professionals in sociaal werk. Wat is dat? Nou, ja, al die uh, jeugdbeschermers, uh, sociaal werkers moeten zich aan een bepaalde code houden. Dat is uh, ja, voor de kwaliteit. Uh, daarmee wordt de kwaliteit gewaarborgd als zij zich eraan houden. Houden zij zich daar niet aan? Dan kan je ze aanklagen bij de tuchtcommissie. En de tuchtcommissie gaat dus toetsen of zij zich aan de beroepscode houden. En doen ze dat niet, dan kunnen er een aantal maatregelen volgen, zoals een, uh, het kan klein beginnen, een brisping. Maar ze kunnen ook gewoon hun, uh, ja, hun credentials verliezen. Dus dan kunnen ze hun beroep niet meer uitoefenen. Waarom is het belangrijk om te weten wat ze moeten doen? Omdat jij dan kan toetsen, houden ze zich hier aan? Want. Bijna alle medewerkers, alle jeugdmedewerkers hebben geen idee wat hierin staat. Ze doen maar wat, dat kopiëren ze van hun collega's. Uh, ze denken van, nou ja, die ouders weten het, weten het toch niet en er gebeurt toch niets. Ze hebben totaal geen respect voor deze beroepscode. Dus ik heb ook geen idee hoe hierop getoetst wordt uh, in ondernemingen en of ze een uh, diploma moeten halen. Ik heb geen idee. Wat wel heel interessant is om mee te kijken. Met de beroepscode. Want dan ga je dus zien waar ze zich aan moeten houden. En je gaat je, je gaat je. Ik moest echt lachen toen ik het las. Kijk, hier staan ze allemaal heel blij. Kijk eens, wij komen op voor de ouders. Wij zijn er voor jou. We hebben respect voor jou. Ik ga niet alles lezen, maar uh, een groot deel wel. Hè? Kijk, de beroepsethiek is niet bijzonder uh, naar de inhoud, maar naar de situaties waarin dit toegepast moet worden. En met trots, kijk eens waar we allemaal aan moeten voldoen om deze beroepsgroep hoog te houden. Dus kijk wat me, wat me opvalt is in de wetgeving. Vaak staat het wel correct. Zoals het, moet, zoals het zou moeten staan. Maar de uitvoering is bagger. De missie van het sociaal werk. Dit zijn dus de jeugdbeschermers. Hè? Professionals in sociaal werk streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving. zo goed mogelijk kunnen ontplooien naar hun eigen aard, mogelijkheden, behoeften en opvattingen. Het eerste artikel van de beroepscode formuleert dat als, het bevorderen, dat als het bevorderen dat mensen tot hun recht komen. Kijk, wat je gaat zien is dat ze eigenlijk jou als ouder moeten helpen. Dus ze gaan ervan uit, jij als ouder hebt een tekort en wij van deze mooie beroepsgroep moeten jou helpen. Hier. Het bevorderen van welzijn heeft dan ook altijd individuele en Contextuele aspecten die elkaar steeds onderling beïnvloeden. Het is allemaal situationeel. Even kijken. Hier zie je ziet eigenlijk van we zijn geweldig. We zijn geweldig. We doen het vanuit uh, de missie sociaal werk. Professionele autonomie met betrekking tot het zorgvuldig handelen. Binnen de discretionaire, discuss, discretionaire of handelingsruimte wordt vaak gesproken over professionele autonomie. Dus dat wil zeggen dat het heel belangrijk is in een situatie dat de professional ja, de juiste handelingen erop nahoudt. Het handelen binnen de professionele ruimte wordt niet dwingend voorgeschreven, maar wordt wel ingevuld met kennis en opvattingen over het goede en het juiste. Kijk, ik snap het ook wel, want er zijn heel veel verschillende situaties, dus je moet op een hele ethische manier handelen. Professionals beschikken dus over een zekere vrijheid, maar hebben tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om hun handelen te funderen in beginselen die in vakkennis. Wet en beroepsethiek verankerd zijn. Wat je in de praktijk ziet, we doen maar wat. Laissez faire. Nee, vakkennis. Pas zag ik het met solo parallel ouderschap. Ze doen maar wat. Het is nergens op gebaseerd. Het is ergens vaag op gebaseerd, maar ze kunnen het niet onderbouwen. Het moet gebaseerd zijn op de wet. Dus als jij een hulpverlener hebt die niet werkt via de wet, volgens de wet. dat mag niet. Beroepsethiek, dat zien we dus in dit document. Even kijken, dit vraagt. Dus ze moeten heel erg opletten welke situaties ze het? Dit vraagt van professionals ook dat zij hun handelen kunnen verantwoorden. richting de mensen voor wie zij zich inzetten, ook voor collega's. De organisatie en de samenleving. Heel belangrijk dus. Ze moeten kunnen onderbouwen waarom ze doen wat ze doen. Dit is iets wat ze vaak haten, waar ze een hekel aan hebben. De professionele autonomie wil dus niet zeggen dat een professional uitsluitend op basis van persoonlijk inzicht of intuïtie handelt. Nog een keer, de professionele autonomie wil dus niet zeggen dat een professional uitsluitend op basis van persoonlijk inzicht of intuïtie handelt. Nee. Een autonome, een autonom professional beweegt of een professional weegt de kaders zorgvuldig, reflecteert op zijn handelen en overlegt met collega's en experts. Waar dit ook fout gaat is als ze dan een teamoverleg hebben, waarbij ze allemaal maar wat doen vanuit persoonlijk inzicht en intuïtie. Is dus niet de bedoeling. Moeten ze wel doen. Op die manier laat de professional zien dat hij de handelingsruimte die hij heeft. Dat is heel. Ja, waar die dus heel zuinig moet zijn, op zorgvuldige en verantwoordelijke wijze inricht. De beroepscode is een onderdeel van de professionele standaarden die richting geeft uh, aan het zorgvuldig en verantwoord handelen. Dus ze snappen ook wel dat ze een professional heel veel ruimte geven. En dat moet dus goed worden ingevuld. Dus de beroepscode. In een beroepscode staat het fundament van de beroepsethiek van een beroepsgroep beschreven. Het gaat om waarden, beginselen. En normen die het handelen van de professional inspireren en richting geven. Een beroepscode ondersteunt professionals in hun dagelijks werk en bevordert, bevordert de ethische bekwaamheid en het vermogen om zorgvuldig en doordacht besluiten te nemen. Een beroepscode kent verschillende functies. Heel belangrijk dit, heel belangrijk. Let op: Transparantie. Jij, als ouder, weet als geen ander dat ze binnen jeugdzorg alles behalve transparant zijn. Maar dat moet dus wel. Heb jij dus een jeugdbescherming die niet transparant is? Kijk eens aan. Transparantie. Deze beroepscode maakt duidelijk op welke waarde het werk van professionals in sociaal werk steunt. En welke normen daarbij in acht worden gehouden. Zo kunnen mensen erop, kunnen mensen erop vertrouwen dat hun belangen worden behartigd. En hun basale rechten daarbij worden gerespecteerd. Leidraad voor de praktijk. In de beroepscode staan de afspraken in de vorm van normen of artikelen waaraan professionals zich zoveel als mogelijk dienen te houden bij de uitoefening van hun beroep. Wauw, er zijn regels en richtlijnen. Op die manier helpt de beroepscode om te beslissen over het juiste handelen in een concrete situatie. De beroepscode dient als richtlijn voor het handelen in de dagelijkse praktijk en bij complexe ethische vragen. Ze doen eigenlijk alles op intuïtie, dus als je een klacht indient op basis van de beroepscode, dit is wat je moet hebben, toetssteen. De beroepscode dient als toetssteen voor het handelen van een professional. Aan de hand van de beroepscode kan het gesprek worden aangegaan... over de beroepswaarden en normen in relatie tot het handelen van de professional... in een specifieke situatie. De beroepscode is, samen met vakinhoudelijke richtlijnen en veldnormen... een belangrijk instrument voor het toetsen van hun handelen. Bijvoorbeeld in het kader van professionele toetsing... Wauw, mensen hebben hierover nagedacht. Je kan niet zomaar jeugdzorg allemaal al die vrijheden geven zonder verantwoordelijkheid. Een steun in de rug. De beroepscode biedt professionals een steun in de rug in de dagelijkse praktijk. Omdat zij gebonden zijn aan naleving van de beroepscode, kunnen professionals zich beroepen op die verantwoordelijkheid. Een professional toetst daarom zijn maatschappelijke opdracht en meer concreet de opdracht vanuit organisatie en beleid aan de beroepsnormen in de code. Als een opdracht, dus als zij een taak krijgen. Dus als een opdracht op gespannen voet staat met de beroepsnormen. dan heeft hij met de beroepscode een gezaghebbend document in handen. waarmee hij het gesprek in kan, kan ingaan. met zijn leidinggevende, maar dat kan jij dus ook. Ze kunnen niet zomaar wat doen. Positioneren en profileren. Door zich te conformeren aan de beroepscode. Dus moeten ze moeten zich allemaal inschrijven. Laat de beroepsgroep zien dat zij de handelingsruimte ruimte die zij heeft zorgvuldig inricht. Het is professionele autonomie. In de zin van het zichzelf opleggen van een stelsel van normen die individuen en de samenleving als geheel het vertrouwen geeft dat professionals zich in de dagelijkse praktijk laten leiden door ethische uitgangspunten. Dus niet we doen maar wat. Daarmee positioneren professionals in sociaal werk zich als deskundige, zorgvuldige en zelfstandige actoren. In het brede werkveld. De beroepscode in de dagelijkse praktijk. De beroepscode is een ethische leidraad voor ieder professioneel die werkt in sociaal werk. In dagelijkse situaties of bij bovengenoemde spanningsvelden, helpt de beroepscode om de handelingsrichting te bepalen. We gaan weer hetzelfde vertellen hier. Dit is vermoeiend. Even kijken. Geen kant-en-klare oplossingen, maar wel die richtlijnen. Kom, we gaan verder. Kijken verder. Deze documenten zijn vaak heel saai, maar oh zo belangrijk. Je kan ze doorspitten, je kan aantekeningen erbij zetten. En daarmee ga je aan de slag. Want vaak gaan ouders klachten indienen, alleen ze zijn niet concreet genoeg. Als jij een klacht indient, als zijnde van deze professioneel houdt zich niet aan deze beroepscode, dat is veel concreter. En hier kan je dus zien waarom niet. Kernwaarden van professionals in het sociale werk. Respect voor menselijke waardigheid en autonomie. Professionals in sociaal werk herkennen en erkennen de inherente waarde en waardigheid van mensen. Jij als ouder hebt gezag. Ze respecteren de zelfbeschikking van het individu, zijn gericht op de specifieke kwaliteiten, ambities en beperkingen van het individu en bevorderen emancipatie van individuen, groepen en gemeenschappen. Professionals zijn zich bewust van de inbedding van mensen in kleinere en grotere sociale verbanden. En bevorderen en dat zij betekenisvolle relaties kunnen aangaan met anderen. Bovenal hebben ze oog voor het unieke van mensen. Sluiten aan bij hun levensproject. En erkennen hun, hysterie, hysterie, en erkennen hun historische en cultuurspecifieke ervaringen. Met andere woorden, ze kijken naar jouw situatie. Dus niet over jou heen walsen. Jij bent een ouder. Jij voedt op een bepaalde manier op. Wil niet zeggen dat zij maar zomaar iets mogen zeggen tegen jou... van zo moet je het doen. Betrokkenheid en de bereidheid... om mensen bij te staan. Professionals in sociaal werk... zijn betrokken bij het welzijn... en de ontwikkelingen van mensen in relatie... tot hun sociale omgeving. Vanuit de betrokkenheid... staan zijn mensen bij en bekommeren zich om hen. Wow. Professionals zijn zich... bewust dat alle interventies... berusten op het fundament... van een goede werkrelatie met individuen... beroepen en gemeenschappen... Met respect voor hun eigen welzijn, gezondheid en veiligheid. Dat geldt dus ook voor kinderen. Plaatsen zij de belangen van de mensen waarvoor zij zich inzetten, jij als ouder, boven hun eigen belangen? Gebeurt dit? Nee. Professionals zoeken samen met mensen, dus de professionals zoeken samen met jou, naar de invulling van een betekenisvol leven en beslissen samen, beslissen samen over de doelen en werkwijze. Dus als jij bezig bent met een plan van aanpak. Samen met de jeugdbeschermer. Nou ja, dat zou je dus moeten doen. Hier staat het al. Hè. Het is vooral samen. Het staat er allemaal heel mooi. Even kijken. We moeten ons houden aan de dus internationale verdragen. Internationale rechten van het kind, bijvoorbeeld. De grondwet. Um, tegen discriminatie. Iedereen moet. Ze bevorderen dat iedereen gelijke toegang heeft tot informatie, dienstverlening, ondersteuning en hulp. ...gelijkwaardigheid, dus wat ze vaak doen is zeer onduidelijk zijn... ...en dan gaan ze het jou als ouder kwalijk nemen dat je niet weet wat zij bedoelen. Kijk, dit punt is een leuke. Deskundigheid en zorgvuldigheid. Professionals erkennen dat kennis, vaardigheden en beroepshouding... ...de basis ingrediënten zijn voor zorgvuldig handelen. Ze erkennen dat kennis, vaardigheden en beroepshouding... ...dat zijn de basis ingrediënten... Hiermee respecteren zij de wettelijke kaders en het, in, het is in lijn met professionele standaarden. Professionals bewaken de onafhankelijkheid van hun oordeel om de belangen van mensen maximaal te kunnen behartigen. Zij zijn, tot, ze zijn te alle tijden bereid om verantwoording af te leggen over hun handelen aan cliënten, beroepsgenoten, werkgevers en de samenleving. Ook zijn zij zich ervan bewust dat het reflecteren op hun eigen handelen een essentieel onderdeel is van hun vakbekwaamheid. Professionals streven erna om hun kennis en deskundigheid te vergroten en zorgvuldig toe te passen in de praktijk. Zij ze zetten zich in om hun kennis te delen met anderen en bij te dragen aan de gezamenlijke kennisbasis van de beroep. Dus de jeugdbeschermers doen exact het tegenovergestelde: ze vergroten hun kennis niet, ze, ze leggen geen verantwoordelijkheid af. Niet deskundig, vooral niet zorgvuldig. En al deze ja, deskundigheid en beroeps- en zorgvuldigheid komt ook weer terug in de wet. Ze moeten zich daaraan houden. Zie je wat hier? Kijk. Ja, je hebt bijvoorbeeld de universele verklaring van de rechten van de mens. Internationale verdragen. Internationale, internationale verdragen. Rond de rechten van kinderen, van mensen met een handicap. En conventie over burgers. En politieke rechten. En de uitbanning van discriminatie. Ze moeten zich gewoon houden aan de wet. Let op, betrouwbaarheid en integriteit. Professionals zijn zich bewust van de missie, kernwaarden en ethische beginselen van het beroep en handelen in lijn daarmee. Ze zijn integer. Ze zijn transparant. Ze zijn betrouwbaar. Ze hebben respect voor vertrouwelijkheid. Ze hebben respect voor privacy en veiligheid. Ja, we zitten in een omgekeerde wereld. Hè? De professionals houden zich hier absoluut niet aan. Je kan ze hier aan houden. Als jij dit kan aantonen door middel van audio die je hebt opgenomen, door middel van e-mail, door middel van hun slechte plan van aanpak, met hun communicatie kan je aantonen van ze zijn niet transparant, ze zijn niet betrouwbaar, ze doen niet wat ze zeggen. Ze zijn zich bewust van de rol die zij hebben voor het welzijn en belang van mensen. Zij bieden daarover duidelijkheid aan alle betrokkenen en handelen in overeenstemming daarmee. Duidelijkheid moeten ze verstrekken. Ze bewaken de grenzen van de professionele relatie om te voorkomen dat hiervoor hierover verwarring ontstaat. Uh, even kijken. Ja, dus ze moeten zeer gewoon professional zijn. Dit is niet spannend. De rijkwijden van. Uh, dit zijn van alle jeugdzorgmedewerkers, die staan ingeschreven in het uh, register, register. Je kan ze ook allemaal opzoeken. Dus ook leidinggevende supervisoren, onderzoekers, docenten en adviseurs doen er goed aan om op de hoogte te zijn van beroepsethische normen die in het sociaal werk gelden. Dus ze moeten op de hoogte zijn. Leeswijze niet interessant. Even kijken, waar zijn wij in de tijd? Ik knip hem in stukjes, want we hebben veel te bespreken. Dus in, het volgende, in de volgende video gaan we verder met de. Losse artikelen. En dit is, zo, dit is echt interessant. In de tussentijd schrijf je in op ouderverstotingoverwinnen.nl. Daar ga ik veel dieper in op wat je nou echt moet doen. om je kinderen te redden. Om ze te beschermen tegen jeugdzorg. Om ze te beschermen tegen die ex van jou. Like deze video. Subscribe. Kijk ook op Spotify. Kijk in de description, want er staan veel meer andere tools. die jou gaan helpen om je kinderen te redden. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende video.